Ja, nou zijn we dan weer met de enige echte NEC-update richting de wedstrijd van aanstaande zondag. Want dan spelen de mannen van Rogier Meijer hier achter mij tegen Heerenveen. Die komen hier op bezoek. Komen zo meteen eventjes op. Eerst nog maar eens eventjes terug naar de trainer. Ja, want naar Volendam, na die drukke week, hadden ze eindelijk een paar dagen vrij. Ja, twee dagen vrij, hè, was het uiteindelijk. Dus zaterdag en zondag was lekker na die week om even terug te kijken. Even op adem te komen, even te herstellen voor de jongens. Nou, voor mij was het ook lekker, denk ik. Ja, moet een trainer dan ook een beetje herstellen van zo'n hectische week? Nou, in je hoofd uiteraard wel. Ik bedoel, je bent veel bezig geweest met die wedstrijden. Wat minder geslapen dan normaal. Dus dan is het ook wel lekker om even het weekend erbij te tanken met de familie. Lekker ontspannen. Ja, en ook even terug te kijken op een mooie week uiteraard. Hè. Daar heb je ook niet altijd de tijd voor. Dus dat was prettig. En dan vonden wij het eens tijd om met Jurie Baas te praten. Want die heeft best wel een ontwikkeling meegemaakt dit seizoen. Begin van het seizoen, ja, heel veel kritiek nog vanuit de tribunes, vanuit supporters. En nu wordt hij toegezongen. Ja, wat je zegt, begin was lastig. Sowieso als team ook, maar voor mij ook als individu ook wat fouten gemaakt en mindere wedstrijden gespeeld. Maar ik heb wel het gevoel dat het laatste tijd beter gaat. Sowieso met het team natuurlijk, maar met mijn persoonlijke ontwikkeling ook. En mijn, resultaten, wat ik laat zien, zeg maar, dat het beter is dan aan het begin van het seizoen. En ik moet zeggen, eigenlijk vanaf de eerste oefenwedstrijd schreeuwde ze al mijn naam. En nu nog steeds, dus dat is mooi. En af en toe ook belangrijk, doelpuntjes en dat soort dingen. Ja, had er wel ingemoeten tegen Volendam met recht. Tegen Volendam had er wel ingemogen, ja. Ja, dat gevoel had ik ook wel, ja. Hey, wat leer jij van de trainer? Ja, veel. Ik bedoel, hij staat hier naast me. Dus, ja, dus kijk eigenlijk wat je zegt, ja, maar... Veel goede woorden zeggen. Nee, het is echt een goede man, een goede trainer. En aan het begin van het seizoen was het zoekende en nu... Ja, we met z'n allen hebben dat gewoon op de rit gekregen. En ja, je ziet hoe we voetballen vanuit achteruit. En volgens mij heel veel mensen lovend zijn over ons spel. Dan, dan doen we dat gewoon met z'n allen. Ja, wat heeft hij jou wat je denkt van, hé, daar heb ik nou het meest van geleerd van hem? Ik denk dat hij me gewoon in posities heeft gebracht om me ook links buiten te zetten. Wat voor mijn ontwikkeling echt heel goed was. Het doel was om veel wedstrijden te spelen en als dat niet op linksback is, dan is linksbuiten ook een optie. En van dat soort dingen, met het lef van de trainer dat hij dat gewoon doet, daar leer ik heel veel van. Ik heb net even met Jurie gesproken, die heeft wel een ontwikkeling meegemaakt hè, dit seizoen. Ja, want uiteindelijk komt hij natuurlijk van jonge Ajax, waarbij hij wel een wedstrijd in Ajax 1 heeft gespeeld. En komt in een hele andere situatie, in een heel ander elftal. Een elftal waarin hij ook moet leren om te verdedigen. Waarin hij moet leren om te knokken. En dat heeft hij wel tot zich genomen. En hij is multifunctioneel. Hij kan eigenlijk overal spelen. Daar maak ik ook wel eens een grapje van met hem. Maar het is gewoon een goede speler die overal op elke positie ons kan toevoegen. Ja, en die er als trainer graag bij heeft. En toen zat ik te denken, volgens mij heeft hij echt op bijna alle posities al gestaan, behalve een doel. Ja, en in de spits geloof ik. Ja, maar waar vind jij dat hij de meeste ontwikkelingen in heeft gemaakt? Nou, voetballen kan hij sowieso wel, anders speel je niet bij Ajax. En hij kan natuurlijk opkomen en hij kan natuurlijk goede voorzetten geven. Maar met name in het verdedigen vind ik ook het volwassen worden daarin, het agressiever worden daarin. Ja, daar vind ik hem gewoon gegroeid in. Ja, staat hij op het lijstje al voor zondag? Want je moet misschien achterin wat doen, wat puzzelen met blessures? Eerlijk gezegd niet. Ja, ik bedoel, ik hoef niet te puzzelen. Want Nuiting en Ros komen weer terug. Die hebben we meegetraind, dus die zullen er zondag bij zijn. Dus ik moet wel iets puzzelen, maar meer uit luxe. En ik denk wel dat Jurie het goed gedaan heeft. Dus wat dat betreft heeft hij wel een goede kans. En dan komt Heerenveen dus richting de Goffert. En je hoorde het ook al bij ons in de podcast. Heerenveen, ja, ze kunnen in één keer heel erg pieken. Dan spelen ze weer hele slechte wedstrijden. Het is op en af. Het ware Heerenveen heeft zich misschien nog niet eens getoond. Wat ziet de trainer? Wat ik vanochtend heb gezegd, solide elftal. Met denk ik gewoon ook jongens die ervaring hebben in elke linie. En voorin denk ik speciale kwaliteit met Sarawi. En uiteindelijk zitten ze ook in een iets betere fase waarin Van Amersfoort een aantal goals maakt. En ik denk dat ze redelijk gelijkwaardig aan ons zullen zijn. Hè. Dat er niet heel veel verschil tussen zit, net als NEC tegen Sparta. Alleen ja, als wij ons niveau van de laatste week kunnen halen, denk ik ook dat we een goede kans hebben. Ja, en dan doe je ook gelijk goede zaken op die ranglijst.
Ja, tuurlijk. Hè. Maar dat is op dit moment elke keer als je wint. Neem je afstand vaak van de ploeg onder je. Sluit je aan bij richting Ajax, richting de vijfde plek. Dus dat willen we ook graag zo lang mogelijk volhouden. En dat gaan we proberen zondag ook te doen. Goed, behalve Dirk Proper is iedereen er dus weer bij en kan iedereen weer spelen. Dat is fijn voor de trainer en fijn voor ons natuurlijk. Want zondagmiddag, dan gaat het hier gebeuren. Dan is Heerenveen de tegenstander. Een mooie gelegenheid om weer 3 punten erbij te schrijven. En goede zaken te doen voor een play-off plek. En misschien wel die aanval op. Misschien wel plek 5, zoals we net hoorden. Je kunt het allemaal meemaken via RN7 Radio als je er niet bij kan zijn. Want onze verslaggevers zijn er natuurlijk wel weer bij. En wij zijn heel snel weer bij je terug met een nieuwe update. Ik zeg graag tot dan.